Goedemiddag en welkom terug voor alweer het allerlaatste filmpje van Hoofdstuk 6. We gaan het hebben over de laatste karakteristieke groep die we introduceren en dat is de zogenaamde amine. De amine. En met de introductie van amine komen we meteen ook een nieuw atoom tegen, of een nieuw type atoom tegen in de koolstofverbindingen. En dat is het stikstofatoom. Die hadden we niet gezien. We hadden koolstofatoom natuurlijk gezien, want het is koolstofchemie. En we hadden ook de zuurstofatomen al heel veel gezien in de alcoholgroepen en in de zuurgroepen en in de aldehyden en in de ketonen. En vanaf nu zien we ook de aminegroepen terug. En aminegroepen bevatten stikstofatomen. En ik heb hier een voorbeeldje. Dit is een koolstofatoom met 3 H's met daarop een stikstofatoom met 2 H's eraan vast. De covalentie van stikstof is 3, om je nog even aan te herinneren. En dit noemen we een zogenaamde aminegroep. Dus een aminegroep is een NH2-groep. En dit noemen we dan een primair amine. En deze aminegroepen, die NH2-groepen, zie je bijvoorbeeld in aminozuren. Aminozuren zijn belangrijke moleculen in de koolstofchemie en in de biochemie. Een aminozuur is een molecuul zoals dit, met op het ene uiteinde een aminegroep. En op het andere uiteinde een zuurgroep, die we al eerder gezien hebben. En aminegroepen komen we ook nog in allerlei andere verbindingen tegen. Dus ze zijn niet zeldzaam, maar ze zijn gewoon de laatste die we doen dit hoofdstuk. Nou, ook deze aminegroep moeten we een plekje kunnen geven in de naamgeving. En dat betekent dat die een voorvoegsel moet krijgen en een achtervoegsel. Het voorvoegsel... van amine is amino. Dus met een O in plaats van een E. En het achtervoegsel, misschien kan je het al raden, is amine. Dus dat is hoe je hem in de naamgeving kan verwerken. Voor de rest gewoon volgens alle regels die je al kent. Hoe zit dan de prioriteit van deze? Prioriteit is laag. Prioriteit is het laagst van wat we tot nu toe hebben gezien aan karakteristieke groepen. Dus de prioriteit van een aminegroep is lager dan die van een zuurgroep. Lager dan die van een aldehyde. Lager dan die van een keton. En zelfs nog lager dan die van een alcohol. Die toch ook al een hele lage prioriteit had. Dus het achtervoegsel amine komen we eigenlijk alleen maar tegen als het enige karakteristieke groep is. Zodra er ook andere karakteristieke groepen zijn, zuren, alcohol of wat dan ook, dan verhuist hij eigenlijk altijd naar de voorkant en dan wordt het dus amino. Er zijn voor de rest op dit moment nog geen chemische reacties die jullie hoeven te kennen met de aminegroepen. Die gaan in de toekomst nog wel komen. Dan gaan we reacties zien die heel veel lijkt op de verestering. Alleen dan met een aminegroep in plaats van een alcohol. Maar dit was hem. Kort filmpje voor de laatste. De aminegroep heb je nu ook gezien. De NH2-groep. En ik wens jullie veel succes met oefenen voor het proefwerk later dit jaar. Sterkte!